Gaston is een grappige en enthousiaste docent met veel vakkennis. Gezien zijn verleden in de landmacht is Gaston erg competent in zijn vakgebied en weet hij bovendien om te gaan met zijn leerlingen en al hun eigenaardigheden. Gaston is het type docent waar je graag les bij volgt. Hij straalt zijn roeping uit en brengt dit over in het klaslokaal. Zijn liefde voor het lesgeven geeft de klas een goed gevoel en dat werkt daarnaast aanstekelijk. Goedemorgen allemaal. En dan gaan we mooi aan de slag vandaag met een mooi lesje waarbij we fysiek aan het werk gaan. Lekker bezig met elkaar. Dus laten we ons klaarmaken daarvoor. Hij is goed in de relatie opbouwen. En het is een hele eerlijke straight docent. En dat is voor studenten natuurlijk hartstikke fijn, want ze weten wat ze aan hem hebben. Kritisch zijn op elkaar, hè? Gewoon ja, zeggen, hey, er gaat iets niet goed. Ik vind dat het stukje praktijk wat hij in het verleden heeft gehad, op zijn vorige achtergrond als militair zijde, dat maakt de verschil. Vooral als ik over die EHBO-lessen ga nadenken, hij heeft heel veel meegemaakt en hij kan ons heel veel uitleggen van eigen ervaring. We maken een slag en als we aan de zijkant zitten, trekken we hem iets omhoog. En dan maken we de slag. En nu laat ik hem los. Nu maak ik geen druk. Hij is speciaal naar leerlingen omdat hij helemaal out of the box kan denken. Hij kan gewoon straight lesgeven voor de klas met een PowerPoint. Maar hij kan ook een gekke werkvorm bedenken. Een leuke quiz, een gek dansje, iets geks doen. En toch steeds leerzaam zijn bij de studenten. Dat maakt hem zo uniek. Hoog houden. Ik doe mijn zakje dopetten doe ik erop. Hè? Ja, doet het zeer? Doet het zeer? Ja. We doen dit even 10 minuten koelen en dan gaan we het zo meteen verbinden. En wat voor mij en denk ik nog meer belangrijk is, dat hij heel veel tijd en ruimte maakt om je te helpen. Want sommige opdrachten of handelingen die zijn best wel, die lijken makkelijk, maar die zijn best wel moeilijk, zoals met EHBO en alles. En de periode ervoor gaf hij ook heel veel adviezen met hoe je dingen uit moet werken en waar je ook op moet letten. En dat is wel fijn. Door zijn manier van lesgeven echt heel erg die coachende rol te pakken en de studenten mee te nemen in hun zoektocht naar hunzelf, dat neem ik zeker van hem mee. Hij heeft zeker mijn kijk op het onderwijs veranderd, want hij zet elke keer de student in de lead. En hij geeft je dat ook terug, van wat wil die student nou, maar wat heeft die student van jou nodig? En dat zet je aan denken en dat is belangrijk. Heel goed. Waar zit de ademhaling? Waarmee ademen? Ik denk dat Gaston een hele innovatieve docent is en veel bezig is met wat kan er beter, wat kan er anders en hoe kan ik het onderwijs nog leuker maken. Hoi, mijn naam is Gaston Planquet en ik heb net met heel veel plezier de filmpjes van mijn studenten en mijn collega's terug mogen kijken. En daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen, want ja, uit hun tekst spreekt eigenlijk al de liefde van mijn vak. Ik ben dan ook ontzettend trots op onze beroepsgroep. De mbo-docenten, want uiteindelijk doen we het toch allemaal met elkaar om de mbo-student, de goudhandjes van de maatschappij, de goudhandjes van de toekomst, te begeleiden en te coachen naar hun nieuwe doel die ze hebben gesteld. En dat vind ik ook belangrijk in het onderwijs. We moeten ze namelijk coachen naar dat grote doel. We moeten daar humor voor gebruiken om verbinding te zoeken en onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in de student. En voor mij is deze missie pas echt geslaagd als het werk van Kirsten Kuppen wordt voortgezet. Zij heeft namelijk voor elkaar gekregen om het imago op niveau te krijgen naar de mbo-student. Maar ik wil ervoor pleiten dat we ze allemaal zien als de goudhandjes van de toekomst.